Ricardo, we weten dat jij een groot fan van Johan Cruijff bent. En ja, het is precies 41 jaar geleden dat ik een week niet naar school ben geweest. Toen verloor je me al 0-8. Ik voelde hem al. En dan weet je ook dat hij zei, je hoeft maar één meer te maken dan je tegenstander. Absoluut, en dat is wel een eerbetoon aan hem. Maar die 0-8 die zal ik nooit vergeten. Emiel zei me net al, komt hij? En toen voelde ik hem al, want 8 november, dat vergeet ik nooit meer. Toch kan ik me voorstellen, na deze wedstrijd, je bent blij want je wint. Toch kan ik me ook voorstellen dat je niet blij bent met hoe het verdedigend af en toe eruit zag. Nou, hij is niet verdedigend. Dat is dan inderdaad niet Cruijffiaans dat jouw balbezit hun goals inleiden. Bij de eerste goal, bij de tweede goal, bij de vierde goal. Dus dan moet je natuurlijk de tegenstander niet sterk maken. Breedte pas is verboden, vloed geeft hem. Goed gerepareerd moet ik zeggen, want hij redt je. Geweldige bal van Bruins op het laatst op vloed. Geweldig voetballend vermogen wat beslist. Dat is dan wel weer een eerbetoon, maar het moet niet zo ver komen. Maar ik moet wel zeggen, voor het publiek is het nooit saai hier. We zagen ook doelpunten met mooie passes voorafgaan, doelpunten met hakjes. Ja, je speelt voor het publiek. Je bent uiteindelijk artiest, carrière duurt kort. Je moet iets achterlaten. Ik hou niet van middelmaat. Je moet een uitzondering zijn en niets. Dat zie je aan een Do. Op het middenveld is je vrij vlak. Als rechtsback kan het een uitzondering worden. Ik zie de oude Omerson weer van de DVD, hè, waar we hem op gehaald hebben. Dat heeft hij te instabiel gebracht. Je moet voorin je favorieten hebben. En ik hoop dat Omerson de lijn zo doortrekt. Als je deze wedstrijd vanavond nog eens rustig naar gaat kijken, inderdaad, hè, dan over die verdediging nog even dan terug te komen. Zijn er dan ook dingen waarvan je zegt, wat je houdt nu, hebt vandaag gekozen voor dezelfde verdediging als vorige week bij de Graafschap? Zeg je dan ook van, ik ga dat in de volgende wedstrijd weer doen? Of zeg je van, er zijn ook andere opties nu weer mogelijk? Ja, elke situatie is anders en een wedstrijd duurt 95 minuten. Het gaat niet om hoe je een wedstrijd begint, het gaat om hoe je hem eindigt. Daarom was de reactie van Fischer fantastisch. Natuurlijk was hij doodziek dat hij niet start. Hij is nog steeds de aanvoerder, de leider van de club, vind ik. Maar hij heeft uitermate fantastisch gereageerd en hij trekt de wedstrijd over de streep. Waar ben je dan vandaag het meest tevreden over? Daarover. Dat je als groep allemaal je eigen belang opzij zet voor het ongelooflijke groepsbelang, het clubbelang. We moeten terug naar de Eredivisie. En vandaag was een tricky wedstrijd. Ik hoorde dat NAC weer verloren heeft. Daardoor komen we weer bij. Voor de beker zijn we door. In de Graafschap een puntje hadden er 3 moeten zijn. Maar alles wordt een beetje gelijk gekrokt. Ja. Toch zal die weerstand die je steeds dan toch weer terug weten te brengen. Hè? Hoe noem je dat? Dat je steeds weer op weet te staan na een achterstand. Hè? 3 keer achter elkaar. Dat je dat toch binnen een paar minuten weer omdraait. Dat zou je ook goed doen. Dat is de veerkracht die we hebben. We bouwen ze terug, laat ik het zo zeggen. En onze standaard, moet ik eerlijk zeggen, dat is een gigantisch wapen geworden. Dat brengt dus in de eerste helft terug. En de creativiteit van die laatste goal, ja, dat is wat je meer wilt zien. En ook die goal van Omerson natuurlijk. Ja, nou is dit die tegenstander van vandaag ook wel, ja, toch een beetje jouw clubje wel, hè? Nou ja, kijk, je moet natuurlijk nooit vergeten dat je daar je debuut hebt gemaakt. Als 17-jarige, je hebt daar je jeugdopleiding gehad. Daar moet je alle dankbaar voor zijn. Je bent er een jaar trainer geweest. Dus in dat opzicht moet je alle trouw blijven aan waar je vandaan komt. Aan de ene kant, de emotie schaak je natuurlijk uit voor de wedstrijd. Ik ben heel trots op het feit dat ik trainer van Excelsior ben. Mooi is ook, hè? Je wint deze wedstrijd, een knotsgekke wedstrijd, kunnen we zeggen. Je ziet wel een feestje er gelijk losbarst op de tribune. Dat is heel belangrijk, je moet de mensen binden. Ik moet zeggen, er waren verrassend veel toeschouwers, wat ik niet verwacht had. Tegen Ajax dacht ik ze te verliezen, omdat we daar heel vlak gespeeld hebben, heel veel ingezakt. Maar ze blijven toch trouw aan ons en voor hun doen we het. Blijft 8 november een bijzondere dag? 8 november zal ik nooit vergeten.